Hallo beste volgers en kijkers van Arthur Kookt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. In deze kookvideo ga ik jullie laten zien hoe je lekkere verse kruidenboter maakt. Kijk allemaal mee. Vergeet het niet te volgen op Instagram Arthur Kookt en op YouTube Arthur Kookt. Succes! Wat heb je allemaal nodig om verse kruidenboter te maken? Je hebt nodig een knoflookpers, een kommetje of schaaltje, citroensap, je hebt een vork nodig, je hebt een eetlepel nodig, je hebt een mes nodig, je hebt twee knoflookteentjes nodig, je hebt wat bieslook nodig, je hebt peterselie nodig, je hebt een groene snijplank nodig, je hebt 125 gram roomboter nodig en je hebt wat zeezout nodig. Succes! Ik ga even mijn handen wassen en dat moet altijd voor je gaat koken. Warm je een klikje op uit de diepvries of op een andere manier opwarmen. Ook even je handen wassen. Ga je bakken, ook even je handen wassen. Dus altijd voor je gaat koken, even je handen wassen en ook als je een soep maakt. Kijk maar mee. Je handen afdrogen. En klaar. We beginnen met de bieslook. Klein snijden, heel klein, heel fijn. Ik hou ongeveer nog steeds als een klauw. En dan krijg je dus dit soort stukjes. Dan ga ik hem nog één keer kleiner snijden. Om gewoon voor de rij te gaan, zo. Met mijn mes. Het is klaar. Dan schuif ik even aan de kant. Pak ik nu de peterselie. Doen we ongeveer hetzelfde. Portie bij elkaar houden. En dan gewoon een klein snijden. Mijn vingers wel zijn klauwen houden. Dan gaan we nu verder snijden. Zo. Dat heet hakken, wat ik aan het doen. Dan krijg ik ook weer zulke soort stukjes. Helemaal goed. En nu ga ik verder met de volgende stap. Kijk maar mee. Ik ga beginnen met de volgende stap, want ik heb de peterselie en de bieslook op de groene snijplank even apart gezet. Dus nu ga ik beginnen met de boter. En dan komt het. Nog helemaal, want het is precies 125 gram. Dit gooi ik dan weg. Pak ik. En dan pak ik een vork. En dan ga ik met de vork zo fijn malen. Fijn bakken. En zorg ervoor dat de boter niet hard is, maar lekker zacht. Want dan krijg je smeurige, lekkere kruidenboter. Als het hard is, dan kan je namelijk niet met de vork in doorheen. Deze doe ik even zo. Dan pak ik de citroen. Ga ik één eetlepel citroen toevoegen. En dan pak ik knoflook. En de knoflook pak ik dan. Die ga ik dan ook weer fijn pakken. Dan schaaf ik het dan weer af zo. Met een grof
zaad. Een beetje op mijn handen. Zoiets, snuffje. Ook pijn. Dan pak ik de lepel en dan ga ik weer even roeren. En dan ga ik nu als allerlaatste de kruiden erbij doen. Kijk maar mee, kruiden gepakt. Begin een beetje met de pieslook. En ga zo langzaam over in de peterselie. Heel rustig. Maar een heel klein beetje in, zo. Dan ga ik daar weer even mee roeren. De lepel in. In het kommetje. En als je nou denkt, hey, aan mijn vork zit ook nog wat boter en aan mijn lepel, dan schraap het er zo even af. En zo heb je verse, maar dan echt verse kruidenboter. Je wilt die maar anders. Succes! Hallo, beste volgers en kijkers van Partner to Cook. Leuk, tof en te gek dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. In deze kookvideo heb ik jullie laten zien hoe je makkelijk, vers en simpel kruidenboter maakt. Je wilt niet meer anders als je deze gemaakt hebt en geproefd. Vond je het een leuke video? Doe deze video met je omgeving. Doe even een blauw duimpje. Reageer onderaan de comment wat je van deze video vond. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En vergeet me even niet te volgen op Instagram, Artikook en YouTube. Artikook. Zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende nieuwe kookvideo van Artikook. Eet smakelijk!